Koken in de keuken van hertog Jan. U zegt er, hè? De gert zijn vuur ondergesmost. We schoten nog samen over, dus we hebben een rappe keer gekeken naar elkaar. We stonden toevallig dicht bij elkaar ook, dus dachten we waarom niet. Ik heb Fanny gekozen omdat ik heel graag met Fanny samenwerk. We zijn ook samen naar hier gereden, dus we hebben elkaar al wat beter leren kennen. Ja, heel leuk. Ja, het is fantastisch om met Benedict samen te werken. Het is ook heel plezant, want je leert ook veel van elkaar en dat is ook heel leuk. De Vlaamse keuken, daar heb ik wel wat meer problemen mee. Dus ik denk dat het heel goed was voor mij om dus samen met iemand te kunnen werken. Ja, eigenlijk, ik heb nog nooit mijn bier gekookt. Want eigenlijk, ja, ik drink ook geen bier, dus ik vind het wel heel moeilijk. Ja. Ik heb leren Vlaams koken. Om eerlijk te zijn ben ik begonnen met ons kookboek. Dus in het begin kon ik zelfs geen fruiten. Dan denk ik van, ja, hoe moet ik die snijden? En hoe lang moet dat dan opstaan? En welke kleur moet dat dan zijn eigenlijk? Voordat dat gefruit is. Dus ik ben blij dat ik jou bij heb. Proef eens. Is het goed? Super. Een beetje fleur de sal. Een beetje citroen. Ja. Dat is een houden tips. Dat is intussen een zeer kostbaar boekje aan het worden. Dat moet je meedoen, hè? Want amai. Als dat kwijt zijn. Alles wat in de dag gebeurd is, wat aan tips is gegeven, dingen die fout zijn gegaan, alles komt daarin. Zodat ik in de volgende keer een goede combinatie heb, dat ik zeker niet een fout iets er ga gaan inklets. Vandaag ook weer heel veel tips gehoord. Van zodra dat iets te weten wordt gekomen over locatie en zo, ga ik echt op zoek wat is in de buurt, wat zijn de mogelijkheden, waar zou het kunnen over gaan. En combinaties vooral erin schrijven, die met elkaar samen gaan. Want je weet tenslotte nooit wat er op die tafel ligt. Tactiek. Ik ga gewoon voor de laatste 6 gaan. Dat is nu mijn volgende ambitie. Dan gaan we voor een klassieker vandaag. Hè. Ja, want ik denk dan beter klassiek en proberen van dat goed te krijgen dan uit de bocht te gaan. Ja, ja, absoluut. Op smaak. Ja. Carla is ook heel gemotiveerd. Hè. Ze is heel beredeneerd, zo een beetje afwachtend soms. Maar ik denk dat ze godverdomme goed weet wat ze mee bezig is. Ze kookt loepzuiver, ze kookt echt heel zuiver. En ze kan koken, hè. Die kan echt koken, die vrouw. Hè. Met veel smaak. Just nog een beetje bier. Een beetje bier.